Hey mensen, je kijkt naar Spooky611 en ik ga Pro Evolution Soccer 2013 demo spelen. Nou, stop! Voordat jij weer gaat commenten van, oh, FIFA is beter. Alsjeblieft niet. Nee, alsjeblieft niet. Daar maak ik dit niet voor. We gaan gewoon lekker kijken wat Pro Evolution Soccer 2013 in petto heeft qua voetbal. En om dat constant te vergelijken, dat is gewoon zo'n onzin de hele tijd. En ik ga gewoon Pro Evolution Soccer spelen voor de echte diehard fan. Die weet dat mijn kanaal totaal bestond uit Pro Evolution Soccer filmpjes. Daarom weet ik perfect hoe dit spel werkt. En ik ga gewoon meteen aftrappen. Ik ga gewoon meteen kijken hoe dit spel in elkaar zit. Nee, maar de meeste mensen die echt vanaf het begin af aan bij Spooky 611 waren, 2010, 2009, die weten dat ik Pro Evolution Soccer filmpjes maakte alleen. Dit waren de enige filmpjes die ik al maakte van dit spel. En dat is toch echt wel iets leuks dat ik die nu weer in één keer terugbreng. Eventjes, de demo, zo. We gaan even kijken wat er nieuw is in PES 2013. Je hebt manual passing. Dat was nooit manueel in dit spel, dus dat kan je nu wel doen. Zoals je ziet, dat ging helemaal niet goed. Oh! Oh! Helder Pos, die gaat scoren meteen. Alleen, volgens mij speel ik op een kutniveau. Wel mooi goal. Ik ga meteen even kijken of ik op dat niveau speel. Want volgens mij gaat dat niveau, hebben ze dat in een demo op regular gezet. En daar hou ik niet van. Want ik ben natuurlijk met Pro Evolution Soccer 6 een van de eerste van de wereld geweest. Of tweede, of whatever. En, tja, ik kan het nog altijd wel. Ook al is de game weer helemaal veranderd. Kijk, topspeler. Superster. Oh ja, die heb je ook. Dat is nieuw natuurlijk sinds PES 2012. Dat je ook een nieuwe difficulty hebt. Je had eerst altijd tot top player en nu heb je superster. Dus laten we superster eens kijken hoe moeilijk dat is en wat er allemaal nieuw is. Dus de eerste keer echt dat ik dit ga spelen. Maar meestal verandert er niet zoveel qua PES de laatste tijd. En PES is ook een beetje onderuit gegaan qua vooruitgang en nieuwe technologie. Maar nog altijd wel een leuk voetbalspel om te spelen. Ah, oké. Is die cool? I knew it. Wow, oké. Dit is superster, dus de CPU die zal mij vast gaan ownen. Omdat ik dit spel nog niet uit mijn kop ken. En vooral niet het verdedigende aspect. Hoe dat precies werkt dit keer. Oh, oh, oh. Oeh. En je kan natuurlijk ook Ronaldo naar voren sturen. Dat zie je aan het blauwe. Ik stuurde hem gewoon naar voren, jongen. Oh. Ah, jammer. Miguel Veloso. Lachen, man. En je hebt dus manual passing, dus... Tactisch kan je echt hele leuke dingen doen in het spel. Mag er dan niet altijd even smooth en mooi uitzien, maar... Oh! Oeh, dat was awesome. Hey, what the heck? Alright. Nee, dat lukt niet. Nani reed wel mee naar Ray. Hij liep. Oh, had een postige. Wat jammer. Je kon daar leuke dingen doen. Fabio kon trouwen met de corner. Oh, wat een lage corner. Holy shit, dat was wel een heel lage corner. Goed dan, kom dan. Oh, Nani. Oh! Je kan scoren als een gek, man. Dit is een superstar. Cristiano Ronaldo. Ik denk, ik ga even met hem dribbelen en meteen een fucking vette goal. Awesome. Alleen, was dat niet te makkelijk voor het hoogste niveau?
Of ben ik nog steeds best goed in dit spel? Oh, slow motion. En Ronaldo, boom. Wauw. Grappig. 1-0 voor Portugal. Het is een korte match, dus ja, lachen. Oh, nice. Oh. Wow. Bruno Alves. João Moutinho. Oeh, ik kwam ook nog bijna bij Ronaldo. Je kan wel leuke paasjes geven in dit spel. Awesome. Alright, we beginnen meteen met de tweede helft. We gaan gewoon meteen verder. Bring it on. Ik vind het ook wel nice dat ze een demo uitbrengen helemaal in juli. Het is gewoon juli nog en de demo is al uit. Dat is best wel held. Bazig. Zo vroeg al een demo. Maar ja, natuurlijk veranderen daarom nog wel dingetjes aan het spel. En die is voor mij, lol. Nee, dat is buitenspel. Oh! Dat is geen buitenspel. Lol, hij deed de vlag omhoog, maar er werd niet gefloten. Epic. Oh, wat een aanval. Oh, dat was Manuel. Oh! Wow, holy moly. Zag dat dan. Dat was een manuele voorzet. Dus gewoon helemaal zelf gericht. Check. Wow, wat de heck. Dat was een halve omhaal. Oh, Ronaldo. Oeh. Ja, Veloso. Oh, wat een schot van Veloso tegen de paal. Jeemig. We're owning the place, man. And this is just my first match. Oh shit, Coutrao, wat doe je? Ah, easy peasy. Wow, Rooney die schot bijna Rui Patricio. Wow, rustig maar. Oh my god, die fucking makkie, wat een bal. Wat een bal. Oh, wat doe ik? Oh my god, ik wou geplaatst schot doen, net zoals in FIFA. Ga ik het toch heel even vergelijken met FIFA. En dan kwam dat eruit. Wow, Walcott. Zag die move. Oh, mooi. Ah, dat wist hij goed. Oké, ik loop gewoon langs, maar... Oh shit. Oh fuck. Net verkeerd gepaast. Kom op. Wauw. Wauw, wat een bal. Oh, Rooney komt achter mij, joh. Dikke overtreding van Rooney. Ik geef hem gewoon voor. Wow, wat een mooie voorzet animatie. Dat is wel vet. Ja, wat? Fabio Coutrao deed het perfect.
Oh, oh, oh. Check me gaan. Rome, Relis, Nani. En we hebben gewonnen. 1-0 dan wel. Maar ja, het is ook een hele korte wedstrijd. Wow. Awesome. Ik weet niet hoe vaak ik dat al heb gezegd, maar dat is...